Naast mij ligt Jozef Klibanski. En hij is onwijs knap. Kijk maar. Vind je dat leuk als ik dat zeg, dat je heel knap bent? Of word je daar verlegen? Nee, ik word eigenlijk niet echt verlegen. Nooit? Nee, eigenlijk niet echt. Omdat het is een soort van... alles is een soort spel, weet je. Dus ook als je gewoon met mensen praat of met vrouwen praat. Ik zie het allemaal als een spel en die wisselwerking is gewoon heel erg leuk. Oké. Ja, dus maar dan word je nooit verlegen van, dus. Ik heb niet het idee dat ik er heel erg last van heb of zo. Jij maakt echt immense beeldhouwwerken. En je maakt digitale schilderijen. Zeg ik dat zo goed? Nou, ik maakte digitale schilderijen, ja. En ik doe nu eigenlijk meer die, wat ik dan noem, thought paintings. Dat is leuk. Thought paintings. Ja, dat zijn eigenlijk dus mijn gedachtenspinsels die ik op doek probeer te zetten. Dus dat zijn screenshots van mijn gedachten. Want iedereen is bezig met allerlei dingen. Relaties, verleidingen, seks. Ook wel gewoon kinderdingen, wat je Disney-achtige taferelen zie ik dan. Wat zei je nou allemaal? Ik heb niet geluisterd. Kun je nog één keer horen? Ja, ik werd zo afgeleid. Echt over dat Disney. Alleen maar naar je mooie ogen te kijken. Was je aan het gluren? Ja. Ik kan gewoon niet naar jou luisteren. Ik kan alleen maar naar je kijken. Zo, ik ga er even beter voor zitten. Want ik heb echt het idee dat jij naar mij kijkt en ik kijk ergens anders naar. Zo, beter toch? Hé, dit is ook nog. Dit is handig. Dit. Zo'n bed wil je hebben. Als hier alleen een headboard zit, dan kan je er minder mee. Ja, hè? Zie je dat? Ze gaat er gewoon helemaal voor gelijk. Een kwartje voor je gedachten. Ken je die? Penny for your thoughts. A penny for your thoughts. Penny for your thoughts. Maar jouw thoughts zijn niet een penny, hè? Voor mij zijn duur. Zijn duur. Ik maak veel mee, dus dan wordt het ook gewoon een ander soort gedachten. Ja. Veel mensen zien het ook wel als een investering. Ja, snap ik. En als ze dat eenmaal gedaan hebben, die uitgaven, dan krijgen ze heel veel energie en inspiratie terug van die werken. Mm. Ik denk wel echt, als je daarnaar kijkt, dan kun je niet blanco daarin staan. Je kunt niet gewoon langslopen, weet je. Dan nee. Denk je van, oh, leuke schilderij. Je moet wel denken, jezus, wat gebeurt hier allemaal? Wauw is het. Ja, het is wel fireworks. Wauw. Het is fireworks. Maar ik zou ook wel een firework van jou willen aanschaffen. Dus, ja. Maar welke vanafprijs is het dan? Op een wat kleiner schilderij, klein zeg maar 10.000. En dan weet je wel, medium schilderij 20.000, 25.000. En dan grote schilderijen veel meer. En een beeldhouwwerk? 100.000, 200.000, ja. Een medium beeld is meestal 50.000, 60.000. En dan heb je zeg maar de grotere stukken. Oké. Okay. 1,5 meter topstuk. Dat dan ga ik daar echt voor sparen. Maar ik wil heel graag die neukende schildpadden. Ja, dat snap ik. Maar is dat een soort verlengstuk van jouw karakter? Jij voelt dat verhaal en je denkt, die wil ik in mijn leven. Waarom eigenlijk schildpadden? Met schildpadden zijn natuurlijk hele... staat voor symbool voor... Weet je, ze zijn langzaam, ze zijn heel oud. Wij kennen het meer, weet je, van die soort van tortoise en de hare verhaal. Dus die hare die is heel snel, die haas, en dan die schildpad is langzaam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is hij dan wel een soort van eerder over de eindstreep. Mm-hmm. En die doen dan die paringsdans, ze hebben die hoedjes op en die tong eruit en ze hebben seks. Het ziet heel euforisch uit, het werk heeft baby made, dus die hebben uiteindelijk elkaar gevonden. Dus ook een soort van ode aan, weet je, de juiste liefde, maar ook aan succes, dat het lang duurt. Dat je best je tijd daarvoor mag nemen, dat je uiteindelijk komt op een punt waar je moet zijn en dan heb je die celebration, zeg maar. Dus, dat is de gedachtegang achter dat werk. En die heb je nu ook. Kijk, hoe cool is dit, hè? Je eigen teddybeer. Ja, dit is eigenlijk van een werk heet Berhard. Dat is ook wel een groot beeld in brons. Teddybeer met een piemel. Met een piemel en ballen. Want kijk, een teddybeer is natuurlijk een symbool voor... Knuffelen en een soort van die knuffel en die speelsheid. Alleen op het moment dat je dus, en ook voor onschuldigheid, die teddybeer liggen dus in bed bij mensen en kindjes en zo, een soort van onschuldigheid. Maar op het moment dat je die teddybeer dus een pipi geeft, dan is hij... Noem jij dan, pipi? Ja, dat is op een gegeven moment zo gekomen. Die heeft een piemel. En op een gegeven moment, als je teddybeer die piemel geeft, dan gaat die onschuldigheid weg. Want als je dus een knuffel van iemand krijgt, dan is het gewoon puur liefde en warmte. Dus die teddybeer. Mm-hmm. Maar als je dus zeg maar die piemel voelt en die drukt dus tegen je benen aan, dan is het soort van oké, die onschuldigheid van die knuffel is weg. Dan krijg je een hele andere lading. Dus dit is een beetje dat verhaal van, weet je wel, je hebt gewoon een soort symbool voor onschuldigheid. Maar dan kan je daar een heel klein element aan hangen ten opzichte van het geheel.
En in één keer verandert het verhaal helemaal. Ja, ja. Dus iets kleins kan de hele meaning van iets veranderen. Maar ja, dus dit is een kettingje en die binnenkort gaan we die uitbrengen in goud. Die is mijn eerste. Dus die kunnen we ook allemaal kopen. Die kunnen we dan wel weer misschien dat kopen. Dat is natuurlijk veel toegankelijker. Ja. Ja. Noem je het echt Pipi? Nee, wij hebben op een gegeven moment, dit stuk heet Bear Hug. En toen hebben we daarvan een kleine zilveren uitgebracht. Een kleine beeldje, een oplaag van 100 stuks. Die noemden we Pipi Bear. Oh. Dus zo kon de Pipi Bear eigenlijk ook een maar naam van het beeldje. Hoe noem jij het? Ik noem het Bear Hug. Zo nee, heet het beeld gewoon. Pipi. Penis. Penis? Ik hoef het eigenlijk penis nooit echt te benoemen, maar je bedoelt gewoon bij een mens? Ja? Het is gewoon zijn lul. Lul. Ja, het is gewoon zijn lul. En mijn vrouw? Ik vind het ook lekker. Mijn vrouw? Ja? Wat zeg je dan? Ja, dat moet je wel echt zeggen. Van de kut. De kut? De kut. Dus dan zeg je tegen vrouw, hoe vraag je mijn kut? Ja, meestal gaan die gesprekken niet zo. Misschien bij jou wel, dat je echt zegt van, hé, hoe is het met je kut? Ik heb dat niet, weet je wel. Maar ik bedoel, het mag best goed klinken, weet je. Het mag ook best een beetje geil klinken, toch? Ja. Dat is wel lekker. Goed. Heb je ook wel eens een kunstwerk van een vrouw? Nee, maar als je kijkt in mijn thought paintings, dan zie je wel heel veel seks erin en zo. Ja. Dan zie je vrouwen, lichamen. Hou je van seks? Ja, ik vind het wel gezellig. Zou je van mij een kunstwerk kunnen maken? Op jou? Gewoon, je bedoelt vingerverven eigenlijk. Is dat wat je wil zeggen? Gewoon van mij een kunstwerk maken. Dan ben op ik, jouw body, dan jij bent het canvas. Dan ben ik eindelijk een Klibanski. Ja, dan ben ik een Klibanski. Je wil eigenlijk dat ik die handtekening op jou zet dat je ook een Klibanski bent. Ja.